He's really like my brother. We just understood that he would become one of the best opposites in the world. Alles leeft eigenlijk om het volleybal. Dus dat is heel mooi om hier te zijn. Deze club, ik denk in het volleybal, is de club misschien wel met de grootste historie die er is. De spelers die er hebben gespeeld, wat ze gewonnen hebben. En dat merk je ook heel erg hier in de stad. Als het hier vol is, dan is het wel iets speciaals. En ja, iedereen in de volleybalwereld kent Maud Nadaro, dus dat is heel mooi om hier te zijn. The most important thing is his serve. He's so powerful. I think he won 3 or 4 times the best server in the league and a lot of European championships and everything. He's our bomber, you know, it's a big opposite. And his history is crazy because he was setter and he became, after 5 years, one of the best opposites in the world. He's not just a bomber, like a scorer, but he can set, he can play well in defense. So I think he's an all-around player, and that's why he wasn't one of the best opposites in the world. Er wordt veel van hem verwacht, er wordt veel over gesproken, maar ja, dan moet je ook maar je hoofd koel houden. En dat vind ik altijd wel een bewondering, dat hij daar redelijk relaxed mee omgaat en toch gewoon zijn eigen ding blijft doen. We just understood that in a couple of years he would become one of the best opposites in the world. The first time I met Nimi was in the European Championship Youth, like I think 15 years ago in Rotterdam. We play against Holland, and it's the first time I met him. He was setter, and it was a good meet, because after 10 minutes we have a lot of we was in 5 seconds we become friend, and it was like natural. When I first met Nimir was when he was playing in Milano and we were playing here in Modena. Toen ik in Milaan speelde, kwamen ze vaak bij mij in Milaan. En als we dagen vrij hadden, dan zagen we elkaar. Dus eigenlijk hadden we buiten het veld al een hele goede band. In just in a few moments we became good friends. After that he came a lot in that season here to Modena to stay with us. We make a lot of barbecues together and we spend some time together, so was really really nice to meet him that year. He's my brother. We, you know, all my friends outside the volleyball, you know, my family. We like this year we make our Christmas together with our mother, everybody together. So he's really like my brother. En eigenlijk zeiden we altijd tegen elkaar van het zou mooi zijn als we de kans hebben om met elkaar te spelen. Dat is wat we wilden eigenlijk. Maarten speelt hier natuurlijk ook, die ik al heel lang ken. Dus eigenlijk is het een soort van vriendenteam, maar wel met het doel om op te presteren. Ik was natuurlijk spelverdeler in Poitiers en ik had eigenlijk na het jaar in Polen, waar ik minder speelde dan dat ik had verwacht, had ik eigenlijk de bewuste keuze gemaakt om een stapje terug te doen in Frankrijk, om daar alles te gaan spelen en dan als spelverdeler eigenlijk weer een stap omhoog te doen. Ik speelde wel in het Nederlands team, maar mijn doel was eigenlijk om terug te gaan naar Italië, om daar als basisspelverdeler
heen te gaan. In mijn hoofd ben ik denk nooit echt een spelverdeler geweest. Eigenlijk alles behalve spelverdelen waren de dingen die ik heel leuk vond. Dus het moment dat we dat jaar veel blessures hadden en ik als aanvaller mocht gaan spelen, was eigenlijk al de eerste training dat ik dacht van, dit is veel leuker. Soms voelde ik mezelf een beetje knullig als ik bij het Nederlands team die ballen sloeg en hij wilde naar de training een paar ballen slaan. En dat deed hij een stukje harder dan de rest. He was different than other setters, you know. He has a lot of this aggressive type of play, playing like a setter. En toen dus de coach aan het eind van het jaar naar me toe kwam en zei van, wil je blijven als diagonaal? Wat als dat zou mislukken, dan ben je de spelverdeler die niet wil spelverdelen en de diagonaal die eigenlijk gewoon niet goed genoeg is. Dus ga je dan weer terug naar spelverdelen of wat ga je dan doen? And I think he made a good choice. And he doesn't have to think too much like a setter has. Nou ja, we hebben natuurlijk allemaal onze zaakwaarnemer, dus die maken altijd een rondje tijdens het seizoen. Wie geïnteresseerd is, wie een diagonaal zoekt. En de Italiaanse teams hier, die houden natuurlijk de andere competities in de gaten om te kijken wie ze naar Italië kunnen halen en of iemand hier wat kan toevoegen. En ik had geluk dat mijn eerste jaar in Frankrijk heel goed ging eigenlijk. En toen kwam de interesse van Milaan. Het ding wat bij me bleef is, denk, als ik dit nou niet doe, dan krijg ik er spijt van. En uiteindelijk, die keuze die ik toen heb gemaakt, is denk de beste keuze geweest. Want ik denk niet dat als ik spelverdeler was gebleven, of ik nu nog wel echt op dit niveau zou volleyballen. Maar hij voelde denk ik diep in hemzelf dat hij daar toch veel meer plezier uit ging halen, ondanks dat het gewoon een risico was. Dus ik had het altijd gehoopt en toen het echt gebeurde, toen vond ik het wel toch wel tof dat hij het deed. Ik speel met Bruno, dat is wel de. En die kan er echt van genieten om het andere team kapot te spelen. Hoe ga ik spelen? Maar uiteindelijk is het wel, hij geeft de bal aan de aanvallers en die slaan de bal hard in het veld. En dat is wat ik leuk vind. Maar dan moet je wel, als spelverdeler moet je wel die mentaliteit hebben om het mooi te vinden om dienend te zijn. Because I think he was a setter. He knows how difficult it is for a setter every time to be 100% precise. So he understands and he is always like, no, it's okay, the ball is good. And he has this always this positive feeling inside him and helps a lot our connection. And I think we are increasing a lot in this season.